ken een componist, maar Foekje Dillema. Hij kent natuurlijk van alles waar mij haar geschiedenis. Foekje jouwt mij geen noten. Die zei ik net van het mat heeg of leeg, wat ik maar. Mm. Wat ze mij wel jouwt, is tempo. Het is een vrouw die van beroep een draafster wie. Nou, bij draven denk je aan tempo. Dat is Sani een keer vertaald naar muziek. En dus dat ken zij mij absoluut aan. Ja, tempo. Die deel is die al heel lang op mijn verlanglijstje, dus doe het al om je vregen. Ja, dan heb je dit een teltwiegelen. Ja, omdat het eigenlijk een soort haast van klassiek drama is natuurlijk, van een meisje. Stel je die voor, ja, dat is een vanke van, hoe het is, dat zeg je niet in de oorlog of zo. En ja, de vrouw is iets, boeren met een deer in een dikje en dan niet een oorlog houden. En je ontdekken dat je iets met atletiek kent. Je ontdekken dat je hartstikke best bent. Je komt in boeten post, column, Leeuw, het Grains. Zij is van een onbekend Friesk famke naar een hichte ta roem, zeg maar. En dan ineens is het gebeurd omdat zij droog de knauw schoenen als een man. En dan krijgt ze dat jern en valse weer nog dieper, nog dieper. En dat ben natuurlijk wel ingrediënt voor om iets dramatisch te maken. Ik heb ook in eerste instantie gevraagd, lever je mij 13 hoofdstukken, steeds maar haatstukken, uit het leven van Foekje. Hij koert verhaal zelfs, ik wel. En dan wil ik daar wel een compilatie van maken. Van ik denk, oké, okay, dat ben muziek, dat ben stukken tekst, die kan ik gebruiken. En toen had hij me een opzetje gestuurd, stukken 4 size veldjes. En daar stond op een gegeven moment een gedeelte in wat ging over draven. En ik wist direct, dit is het, dit moet ik absoluut hebben. Hè. Trainen op de stoep, trainen op de gas, trainen op het gravel, trainen, concentratie. Dus ik zei ze in hen, dit soort teksten, dat wil ik. Nou, wat het mooie van draven is, dat als je op een gegeven moment krijgt een soort van ritme van ziekheling, van een houding, de stappenfrequentie. Het is een soort van cadans en omdat Lowell iets meer minimal music weer, waar, ja, wat zou op herhelling zitten, op vaste cadans en op ritmes, wie het wordt na dat ik dacht, ja, het is kat in het bakkie. Het werkje van koor wie is voor mij net nee, maar wat ik wel een aardige keuze om vond is dat Lowell zei, ik wil net een Ines jongeres die dan dus ik Foekje Dillema is, maar ik wil het abstracter horen. Ik wil het koor als een soort van de stem van Foekje Dillema. En dus dat net een toneelstuk waard, maar krijg een via een koorstuk een soort van abstractie krijgt, daar wie ik wel heel wat van Ines. Ik heb het zelfs net betocht, maar doet hij dat zo uit, dacht ik, ja, dat is een hele goede keuze. Ik heb die teksten heb ik uitzocht die vanuit Foekje tocht binnen. Dus de Bingin teksten bij die van die blanke schoen gingen. Of dat van die blanke schoen op een gegeven moment onontwut is. Die heb ik alle vermeden. Ik heb geprobeerd om in de ziel van Foekje te kroepen. En de teksten die vanuit haar tocht binnen, die heb ik pakt. Natuurlijk vertel je het verhaal hoe het gong is. Maar ik heb het Sadien, en dat heb ik mijn bouw over online. Het koor dat moet verhalend werden, zonder sentimenteel te worden.